Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuw Ups & Down. Ik ben nu nog rustig een flesje aan het geven aan Liam. Hij heeft een muggenbultje op zijn hoofd. Ik moet zo dadelijk naar de logo. En voor Jordi dan. En daarna weer naar huis. En dan is het weer fruit en weet ik het allemaal wel niet geven. Maar voor nu heel eventjes nog geduld. Want ik moet zijn fles nog even geven. Wij zijn onderweg naar de logopedie. Daarvoor moet ik naar Vught. Want bij hun op de praktijk is het nog zo dat ze nog niet naar op huisbezoek komen. En ik snap dat ook wel. Want het is niet alleen zichzelf die zich in principe in gevaar kunnen brengen. Maar ook andere patiënten. En vooral als ze ergens thuis komen en het zit daar potdicht. We zijn weer thuis. Liam die ligt lekker in de box. Met zijn muggenbult op zijn kop. Die krijgt zo dadelijk ook een flesje. En er is iemand in de auto in slaap gevallen. Dus die is lekker aan het slapen. Als hij daar wakker wordt, krijgt hij zijn fruit en alles. Maar ja, ik denk, laat hem maar lekker slapen. We kijken wel hoe de dag loopt. Maar ja, ik denk dat er hier iemand nog honger heeft. Dus ik ga even een flesje maken. En Liam lekker een flesje geven. Garem. Allemaal muggenbulten. Oh, garem. Allebei mijn kindjes zijn weer wakker. Ze hebben lekker geslapen. En zo dadelijk ga ik jullie nog even drinken geven. En jij krijgt zo weer een fles. Ik ga opeten. Dus, dat. Over een goede uur. Na anderhalf uur zal Niels wel weer thuis komen. Want we moeten direct naar de tandarts. Wat ben je toch de hele tijd mama's nek aan het doen? Hij doet de hele tijd dit. Niet zo prettig met nagels. Maar ja, de vlog heb ik alweer geüpload. Dus die komt straks weer online. Wat? Wil jij kijken? Wil jij kijken? Dat ben jij. Met de grote muggenbult voor op je hoofd. Ja. Nou, wij zijn weer naar de tandarts geweest. We hadden geen gaatjes. Jordi's gebit zag er ook goed uit. En volgende week moet ik wel even terug. Want ze gaan bij mij eventjes tandsteen verwijderen. En alles goed schoonmaken en doen. En ja, bij Niels de week erop. Dus ja, alles was verder oké. En nou ligt Jordi voor Pampus. Krijg je ervan als je niet fatsoenlijk slaapt, hè, 's middags. We hebben net lekker gegeten. Ik had deze molen aangezet, zodat Liam ging slapen. Alleen heeft mama in slaap gedoven in plaats van Liam. En Liam ligt nog lekker te kijken, hè. En hier is Jordi. Jouw tandjes waren ook allemaal goed, hè? Want is jouw tandjes gekeken. Die is nou even een filmpje aan het kijken. Hè? Ben je mijn vriend? Jordi. Abo. Toet toet.
Hij probeert nou om de telefoon heen te kijken. Maar ik laat hem lekker verder kijken. Ik ga even de vaatwasser doen en dan zal daar dadelijk al eentje wakker worden. Een hele goede morgen. Ik ben vanochtend al met Jordi naar fysio gegaan en daarna even gauw naar de supermarkt om eventjes wat boodschapjes te halen. Nu heb ik net Jordi fruit gegeven en dadelijk is Liam aan de beurt. En dan weer Jordi. En dan gaat Jordi weer een keer naar bed. Dus ja, dat is eigenlijk hoe de ochtend gaat lopen. Gisteravond ben ik op de bank in slaap gevallen. Ik hoorde dat Niels iets gevlogd had, zei hij, maar ik weet niet wat. Ik heb nog niet teruggekeken, dat doe ik met editen. Maar we zijn kort daarna, toen Liam eenmaal sliep, zijn we ook gewoon ons nest ingegaan. En zijn we gaan slapen. En hebben we geslapen als roosjes. Maar ik ben nog steeds moe. Ik denk ook dat dat komt door het warme weer. Ik denk dat dat daar ook mee te maken heeft. Omdat ik weinig gegeten iedere keer heb. En gedronken. En ja, in ieder geval, ik denk dat het daarmee te maken heeft. Maar ja. Ik ga heel eventjes 5 minuten op de bank liggen. Heel eventjes acclimatiseren. En dan ga ik Liam doen. En dan, ja, gaat de dag weer verder. Hè? De kindjes liggen lekker te slapen nog. Er zal zo dadelijk wel eentje sowieso wakker worden voor de fles. Ik ben even alvast eten aan het maken voor straks. Want ja, hè, het komt allemaal op elkaar. En dan heb ik het eten al een heel eind klaar. Hoef ik alleen nog maar even de rijst te maken. Wij eten vandaag kofte. Als ik het fout zeg, sorry hoor. Maar in ieder geval, het is... Het is Grieks volgens wereldgerecht. Kofta. In ieder geval, het is lekker. En dan heb ik dat gedeelte alvast klaar. Wij zijn vanavond bezig geweest met de kindjes. En ze willen niet slapen en bla bla bla. En ik heb vanavond met Niels ook samen nog gepoetst hier beneden. We hebben de hele box van zijn plek afgehaald. Ja, want dat was nodig. Slapen. Ik heb ook gepost op Instagram dat ik geen ups en down morgen upload. Deze voeg ik ook bij vrijdag. Dus ik hoef nu de vlog niet af te sluiten. Maar wij gaan wel afsluiten. Welterusten. Welterusten. Een hele goede morgen. Ik wou vandaag een bloemetjesgordijn zijn, dus ik heb mijn bloemetjes maar aangetrokken. Hé, hey, jongen. Ja. Vandaag hebben we een belangrijke afspraak staan voor Jordi. Vandaag komt de ergotherapeut en die gaat met ons kijken wat Jordi in de toekomst nodig heeft. En wat hij op dit moment nodig heeft. Jordi die loopt gewoon achter en dat is een feit. En dat blijft ook zo, maar er zijn wel bepaalde hulpmiddelen die Jordi bijvoorbeeld kan gebruiken. En daar gaat zij nou met ons kijken, hoe en wat. De fysiotherapeut van Jordi, die komt straks ook. Die komt meekijken en die komt ook vertellen wat Jordi doet, wat Jordi niet doet qua beweging. Zodat wij daar ook in ieder geval een duidelijke beeld in kunnen schetsen. Want ja, ik ben geen professional. Ik ben een professional in Jordi. Maar dat betekent niet dat ik allemaal weet wat er allemaal mogelijk is. En dat weet de fysio beter als dat ik dat kan. En gelukkig kent de fysio ons goed genoeg om te weten wat wij willen. Dus die helpt ons hierin. Gelukkig. Niels is thuis. Ik speel zo'n spelletje met tandjes indrukken, maar ik verlies iedere keer. Nee.
Hallo. Ik heb me al omgekleed. En ik ga zo dadelijk nog eventjes kleedjes pakken voor de kindjes. En voor Niels ook, zodat hij fatsoenlijke kleren aan heeft. Ik ga niet met jou dat spelletje spelen, Joef. Nee, dat doen we niet. Foutje doet dat niet. Nee, ik hoef ook niet gelabberd te horen. En ja, dan komt dadelijk de ergotherapeut. Een hele goede morgen. Gisteren heb ik niet meer gevlogd. We hebben het gesprek gisteren gehad. Dan ga ik straks heel eventjes met Niels samen met jullie, voor jullie voorzitten om eventjes uit te leggen wat nou de bedoeling is. Ja, we hebben gisteren na dat gesprek zijn we Jordi eten gaan geven. En daarna heeft Jordi eigenlijk min of meer een buikpijnaanval gekregen, hoe je het ook wil noemen. En dan film ik niet. Dus ja, uiteindelijk toen hij eenmaal in slaap was gevallen, toen ben ik ook gewoon mijn nest ingegaan. En het is toch vrij vermoeiend zulke gesprekken voeren iedere keer. Maar ja, in ieder geval, daar ga ik later in deze ups en downs heel eventjes verder met Niels nog over babbelen. Zodat jullie snappen hoe en wat. Ja, in ieder geval, gisteravond heeft hij gewoon echt alles bij elkaar geschreeuwd en gedaan. En of het iets met prikkels te maken had, of dat het buikpijn was, daar konden wij niet helemaal een oorzaak over vinden. Dus ja, in ieder geval, dat was gewoon niet te doen. Laat ik het daarop houden. En ja, het is zoals het is natuurlijk. Maar ja, ik ga me eigenlijk heel eventjes gauw omkleden. Want ik moet bloed prikken voor mijn schildklier. Die stond de vorige keer niet helemaal oké. Dus daar gaan we eventjes nog een keer testen. Ik ben weer terug. Ik ben gelijk even naar de supermarkt gegaan. Ik heb bloed geprikt. Dus ja. Yeah. Het is benauwd. Het is niet warm, het is benauwd. Bah. Maar ja, ik ga eerst even mijn Bertje Hendricks uittrekken. Want... En dan, ik heb mijn boodschap al opgeruimd en alles. En dan, Jordi krijgt eventjes een donut. Joef! Joef zit bij Jordi te schooien. Ik zit Jordi tussendoor donut te geven. En Joef denkt, hé, ik ook donut. Maar je krijgt geen donut. Jordi is straks weer wakker geworden met buikpijn. Liam die ligt nu even lekker te slapen nog. En hij zit nu lekker Peppa Pig te kijken zonder bril, want hij wil zijn bril niet op. Ik denk dat er weer een spoelmoment aan zit te komen. Maar ja, we gaan het even afwachten. Deze jongeman is in bad geweest. Deze jongeman niet. En deze jongeman is ook in bad geweest. En Niels en ik gaan straks eventjes. Nu gaan we eerst even Jordi zorgen dat hij naar bed kan. En ja, Niels gaat zo heel eventjes weg. Die wil eventjes naar een vriend toe. En ja, ik ga zo eventjes hier nog opruimen als Jordi op bed ligt en het gaat allemaal goed. Dus ja, hè. Ik denk dat Liam nog even een dutje gaat doen. Inmiddels heb ik hem weer rustig. Niels is ook nu weg. Maar inmiddels heb ik hem rustig. Maar deze knakker, die, daar ging het even niet helemaal goed mee. Maar die zit nu even lekker in de box. Ik ga zo dadelijk heel eventjes Liam zijn flesje doen. En hier weer opruimen enzovoort.
Ach ja, hè. Het is ook warm. Ik denk een combinatie van alles. Maar ik ben wel blij als hij weer botox heeft gehad. Zachtjes, Liam. Zachtjes, Liam. Niet in het gezicht, hè? Goed zo. Voordat we de ups en downs af gaan sluiten, gaan we nog eventjes uitleggen wat de ergotherapeut nou gezegd heeft, toch? Ja. Oh, Niels is trouwens weer thuis. En je hoeft... En het is warm hier. Ja, ook. Maar gisteren is dus de ergotherapeut langs geweest. En in principe in september, halverwege september, hebben we een afspraak weer. En dan gaan we met komt een... iemand voor aangepaste hulpmiddelen. Ja. En dan gaan ze voor Jordi kijken voor een loopwagentje. Ja. Waarschijnlijk die aan de achterkant vastzit of weet ik. Ja, dat is het idee. Maar dan moet die vrouw die daar vertegenwoordigster van is, moet daar heel eventjes kijken wat geschikt is voor Jordi. En een ander bed. Ja. Want Jordi wordt, die groeit normaal. Alleen hij kan nog niet zelfstandig in en uit bed klimmen. In ieder geval, dat is niet verstandig. Nee, en het bed wordt ook te klein. En hij wordt te zwaar voor het bed. Dus als hij gaat hangen aan één kant... Dan kan hij omkantelen dadelijk. Ja. Ja. Dus... En het gevaar is dat hij eruit klimt. En daar, van dat bed is meer dan een meter hoog. Dan kan hij dat op de grond valt. Ja, in gewoon een persoonsbed wordt het hem gewoon nu nog niet. Misschien in de toekomst wel. Maar dat is gewoon afwachten. Ja, en een hoger bed is weer een probleem voor ons dan om er niet uit kunnen tillen. Ja, dus er zitten allemaal voor- en nadelen aan het bed dat hij nou heeft. Maar het voornaamste wat hij, als het bed is waar wij aan denken, ook waar de ergotherapeut aan denkt, is het gewoon een bed met, gewoon een normaal eenpersoonsbed met spijlen. En dan zitten er waarschijnlijk deuren in dat je er makkelijk in en uit. Ja, dus en ook daar gaan we jullie mee natuurlijk in meenemen. En dan kunnen we ook het deurtje open laten staan als ze op de slaapkamer zijn, om te kijken of het erin en eruit klimt. Ja, het bed is ook verstelbaar, hoog en laag. En dus dat als je hem eruit wilt tillen, dat je hem wat hoger kan zetten, zodat je hem er makkelijker uittilt. En ja, zulke dingen. Dus er zitten wel voordelen aan dat bed. Je moet het niet voor de mooiheid doen natuurlijk, want ja, zo mooi zijn die bedden niet. Maar het is natuurlijk vooral praktisch gezien beter voor Jordi. En die vrouw gaat dan ook kijken of dat er een aangepaste stoel voor Jordi moet komen voor te eten. Dat hij rechterop zit. Ja, dus er zijn een aantal dingen waar dat ze dan naar gaan kijken. Dat is halverwege september en dan komt de fysio ook gelijk om mee te kijken. Want zij is natuurlijk ook onderdeel van Jordi's plan eigenlijk, een behandelplan. En ze gaat misschien helpen met prikkelverwerking. Of ze gaat helpen met prikkelverwerking. Ja, we moeten een vragenlijst in gaan vullen. En aan de hand van die vragenlijst gaat zij kijken wat ze voor ons kan betekenen. En hoe dat ze de prikkelverwerking waarschijnlijk kan... Dat ze er iets mee kan in ieder geval. En ja, nou gaan we dit eerst doen, dit stukje. En dan gaan we weer verder kijken wat we nog nodig hebben. En wat er nog gedaan moet worden. Dus dat is eigenlijk een beetje wat er aan de hand is, wat we gisteren besproken hebben. Ja. Wat vind jij van het gesprek? In de tussentijd zit Joef met mijn voet te spelen. Joef. Maar wat vind jij van het gesprek? Ja, ik vond het wel goed gaan. Het was ook fijn dat de fysiotherapeut erbij was. Van Jordi, de vaste fysiotherapeut. Ja. En alle neuzen staan dezelfde kant uit, dus... Gelukkig wel. Gelukkig wel. Hoort ook wel eens anders. En ja, dat vind ik altijd zo sneu. Want je hebt het beste voor met een kind. Of het nou ons kind is of een ander kind. Het gaat erom dat je met elkaar het beste voor hebt.
En ja, in dit geval hebben we gelukkig de juiste mensen. Dus ja, dat is wat we eigenlijk nog wilden vertellen. We nemen jullie natuurlijk mee in onze zoektocht, hoe de prikkelverwerking en alles gaat verlopen. We kunnen natuurlijk niet filmen als de ergotherapeut er is, maar wel vertellen hoe en wat we hebben geleerd. Dus ja, het wordt voor ons ook een zoektocht. Even afwachten. Ja. Dus, ja, dat was wat we wilden vertellen en we gaan deze episode nu ook afsluiten. Bedankt voor het kijken. Ja, en tot de volgende. Tot de volgende.